Dames en heren, welkom bij de laatste raadsvergadering van het jaar. Ik heb één afmelding, dat is de heer Lochtenberg. En ik heb één iemand die komt te laat, want die heeft de trein gemist. Of de trein was te laat, dat weet ik niet. Eén van tweeën. En dat is de heer Rooijakkers. Maar die komt nog wel, is ons verzekerd. En daarmee open ik de vergadering. Nogmaals welkom. We hebben geen aanmeldingen voor spreekrecht ontvangen, maar er is wel een schriftelijke vraag gesteld. Die kent u, die is u toegestuurd. En u weet de procedure ongeveer. In eerste instantie in ieder geval wordt de vraag gesteld, als ik het goed heb, door mevrouw Schiphorst van het CDA. Mevrouw Schiphorst. Dank u wel, voorzitter. En onze vraag gaat over de code verantwoordelijk marktgedrag voor de thuiszorgondersteuning. Onder leiding van Doekle Terpstra is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport halverwege dit jaar de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning vastgesteld. En deze sluit aan bij ons uitgangspunt van een eerlijke economie. En deze code gaat uit van het werken vanuit het cliëntperspectief. En daarnaast spreekt die code zich uit voor dialooggericht aanbesteden of anders ook wel bekend als bestuurlijk aanbesteden. En zeker voor de zorg is dat een goed uitgangspunt. En het geldt ook voor het uitgangspunt om te komen tot meerjarige contracten in een duurzame partnerschap. En als laatste, en dat is ook wel het meest besproken punt, kent de code een uitgangspunt reëel inzicht in de kosten en een daarbij behorend uurtarief. En in de code staat een rekenvoorbeeld. De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft deze code omarmd en graag willen wij als CDA-fractie duidelijkheid krijgen voor de in Dalfsen wonende zorgmedewerkers en de inwoners die afhankelijk zijn van de zorg. En onze vraag is dan ook, is het college op de hoogte van de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning en van de onderschrijving daarvan door de VNG? Onderschrijft het college deze code? En als het college deze code niet kent en niet onderschrijft, dan hebben wij aanvullende vragen. Zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Mag ik het woord geven aan de wethouder, wethouder Van Machtels. Dank u wel, voorzitter. U vraagt of wij deze code kennen. Nou, misschien moet ik de voorzitter het woord geven daarover, want onder zijn bezielende leiding als voorzitter van de transitiecommissie is deze code tot stand gekomen. Dus wij zijn er natuurlijk bekend mee. En in de collegevergadering van 3 november hebben wij besloten deze code te ondersteunen. Daarmee nemen wij in deze regio, in de regio Zwolle, een unieke positie in. Omdat wij op dat moment al ver in de procedure voor de aanbesteding 2016 waren, is het nog niet mogelijk om volgend jaar geheel aan de code te voldoen. We voldoen al wel deels aan de code, zoals het werken vanuit cliëntenperspectief, zoals u noemde, en het dialooggericht weer aanbesteden. Onze tarieven zijn lager dan de tarieven die in de code zijn opgenomen. Ze vallen echter wel binnen de door uw raad vastgestelde bandbreedte. Aanbieders hebben aangegeven dat het goed mogelijk is om de huishoudelijke hulp voor deze tarieven te leveren in Dalfsen. En sommige aanbieders hebben het ook voor een lager tarief ingetekend dan het hoogste tarief binnen de bandbreedte. Wij zien daarom geen aanleiding om de tarieven op dit moment aan te passen. Begin 2016 volgt een evaluatie van de huishoudelijke hulp. Daarna wordt beleid opgesteld voor de huishoudelijke hulp vanaf 2017. In deze heroverweging wordt de prijsstelling meegenomen. En we blijven in overleg met de aanbieders. En de leveranciers in Dalfsen zijn Carinova, Rozengaarde, Bions en Beter Thuiswonen. Bij de vorige aanbesteding was ook TSN gecontracteerd. Maar zij hebben per 1 januari 2015 in goed overleg het contract beëindigd in verband met het beperkte aantal klanten in Dalfsen. Cliënten zijn toen overgenomen door de andere 4 thuiszorgaanbieders. Er zijn in Dalfsen geen thuiszorgaanbieders failliet gegaan. TSN levert in de regio en daarvan worden de problemen als bekend geacht. Er is geen sprake van overname van thuiszorginstellingen in onze gemeente. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Heeft u nog aanvullende vragen, mevrouw Schiphorst? De vraag is meer dan uitgebreid beantwoord en daarmee... Volgens mij zijn de aanvullende vragen zelfs al beantwoord. Ja, nou, in ieder geval die ik daarbij wel gesteld had, maar niet gesteld. Ja. Zeg maar even. Ja, u heeft ze niet mondeling gesteld. Ik heb ze niet uitgesproken en het uitgesprokene telt is mij geleerd. Ja. Maar dat geeft niet. U geeft aan dat de tarieven wel lager zijn binnen de gemeente Dalfsen, maar wel passen binnen de bandbreedte zoals we die als gemeenteraad hebben gesteld. Sorry. De code, ja.
Ja, lager dan de code, want daar, dat was onze vraag. En fijn dat DALS in ieder geval die code ook ondersteunt. En daarmee is mijn vraag in ieder geval vragen en beantwoord. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Wiskepost. Zijn er anderen in de raad die nog aanvullende vragen hebben of opmerkingen willen plaatsen? Meneer Wildvank. Ja, ik ben een beetje in dilemma nu, maar ik stel nu de vraag maar even. Want ik had bij de ingekomen stukken mededelingen vragen willen stellen over een brief van afkomstig van staatssecretaris Van Rijn. Die gaat ook een beetje over dit onderwerp huishoudelijke hulp. Dus ik kan hem daar stellen, kan hem er nu ook tegenaan plakken. Doe het nu maar. Plak hem er maar tegenaan. Ja. Nou ja, de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Er ligt een brief van de staatssecretaris. Die gaat over het onderwerp huishoudelijke hulp. Daar worden wat kritische kanttekeningen bij geplaatst. Met de vraag aan de gemeente. Want het is een brief aan gemeenten in zijn algemeen. Om daar toch eens even serieus naar te kijken. En in hoeverre, met ook de vragen bij, in hoeverre daar nou door de gemeente Dalfsen wel of niet overeenkomstig datgene wat hij hier beschrijft in zijn brief wordt gehandeld. Nou, daar hoeft u wat mij betreft niet nu op te antwoorden, maar ik zou er wel graag een antwoord op willen hebben. Wethouder Van Machtels. Ik heb er voor een groot deel al antwoord op gegeven dat we in lijn van de code, in de lijn daarvan willen we gaan handelen. En dat we, omdat we dus al ver in de aanbesteding zitten voor dit jaar, kunnen we daar nog niet geheel aan voldoen. Maar we gaan dat richting, zoals in de code is geformuleerd, in die geest willen we handelen. En dat gaan we dus, als het ons, wat ons betreft, volledig doen. Misschien, ik kan het niet helemaal laten, meneer Wildvank, misschien dat ik eraan mag toevoegen. De essentie van de brief, de staatssecretaris is van plan om een algemene maatregel van bestuur te slaan, zoals dat heet. De uitgangspunten van die algemene maatregel van bestuur, daar voldoen wij als DALS volledig. Dus dat betekent geen veranderingen van beleid hier. Meneer Ellebroek. Ja, ik wou nog even vragen, de tarieven voor 2016, wanneer zijn die ongeveer bekend? Wethouder. De onderhandelingen die u voert. Ben ik inderdaad ook wel benieuwd. Daar heb ik geen passend antwoord voor op dit moment. Wel binnenkort, omdat ik, zoals ik al zei, we zijn heel ver in de aanbesteding. Maar, en die bandbreedte hebben we al eerder vastgesteld trouwens. Dat hebben we wel vastgesteld hier volgens mij. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet al te lang op zich hoeft laten wachten. Maar ik zit even te zoeken naar wat om daar nu een zomaar slag naar te slaan heeft geen zin. Maar ik, naar mijn weten is, is dat wel bekend, die prijzen. Oké. Ik constateer dat de heer Rooijakkers van D66 de vergadering heeft betreden. Welkom, meneer Rooijakkers. Is dat voldoende, ook voor u, wethouder? U heeft voldoende kunnen antwoorden, ook anderen. Ja? Mag ik naar het volgende? Dan doe ik dat en dan ga ik naar agendapunt 4 en dat is vaststelling van de vergadering. En daar staat u. In ieder geval heel veel onderwerpen. Bent u akkoord met deze agenda? En dan ga ik eerst naar de akkoordstukken. Dan kom ik bij de belastingverordening 2016. De vraag is of... Is er behoefte om de beraadslaging te heropenen? In het principe was het een akkoordstuk. Maar er zat enige twijfel bij ons. Naar aanleiding van de aanvullende beantwoording op het RIS. Maar als dat afdoende is, dan hamer ik hem nu af. Is dat afdoende? Ja? Dan breng ik hem in stemming. Belastingverordening voorstel de raad vast te laten stellen de verordening hondenbelasting 2016. Leesverordening 2016. Verordening op de lijkbezorgingsrechten 2016. Verordening onroerend zaakbelasting 2016, verordening precario belasting 2016, verordening reinigingsheffingen 2016, verordening rioolheffing 2016, verordening toeristenbelasting 2016, verordening rioolaansluiting recht 2016. Gaat u daarmee akkoord? Kijk even rond. Dat is met algemene stemmen. Klopt dat? Dan is dat met algemene stemmen vastgesteld van de agenda punt 6, uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Ook hier aanvullende beantwoording op het RIS. Maar wij hadden begrepen dat alle partijen konden instemmen. Is dat ook weer zo? En dan ga ik hem in stemming brengen. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017. Het voorstel is om 1. In te stemmen met het organiseren van een werkconferentie voor de Raad. 2. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. 3. Kennis te nemen van bijlage 1. Terugblik naar jaarprogramma. 4. In te stemmen met laten vervallen van de claims op duurzaamheid.
5 in te stemmen met het beschikbaar stellen van 500.000 euro voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2017. En dat ten laste te brengen van de reserve milieu. En 6 de financiële consequenties van voorstel 5 te verwerken via een begrotingswijziging 2015. Ik kijk rond, bent u allemaal akkoord? En dan bent u, dan is u met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 7, evaluatie rood voor rood. Ook dit is in principe een akkoordstuk, maar D66 en VVD hadden nog geen oordeel. Dus u krijgt wel de ruimte voor een stemverklaring als u daar behoefte aan heeft. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. De stukken nog eens doorlezend en de beraadslaging nog eens de revue laten passeren, blijft voor mij het punt dat de rood voor rood regeling zoals die er lag een betere was dan zoals die er nu aangepast is. Dus ik zal niet in gaan stemmen. Dank u wel. Meneer Royakkers, D66. Wij vinden de nieuwe rood voor rood regeling beter dan wat er was. Dus in die zin heeft het onze instemming. Maar wij dachten ook dat er een beweging zou zijn inderdaad om te kijken of dat het aantal sprokkellocaties beperkt zou kunnen worden. Maar kennelijk is het dat er niet van gekomen in de voorbereiding naar deze raadsvergadering. Als dat zo zou zijn, dan zou ik daar voor zijn om het tot 2 tot 3 te beperken. Maar gezien het geringe gewicht van onze partij in de raad zal ik dan voorstemmen. Ja, maar uw gewicht is niet alleen maar op aantal stemmen, maar ook op kwaliteit van de inbreng gebaseerd. En als ik het goed heb, is er een toezegging gedaan dat daar op termijn door de wethouder op teruggekomen zou worden. In ieder geval daar nog eens een keer naar gaat kijken, naar het werk van het aantal. Dat hoor ik in ieder geval de griffier hier zeggen. Dus het onderwerp op dat punt is niet afgesloten, laat ik het zo zeggen. Maar het ligt hier nu wel voor ter stemming. Volgens de griffier heeft u dat toegezegd, maar u herinnert zich dat niet, meneer wethouder Agricola? Het is wel ter sprake geweest in de commissievergadering, maar in die zin van er is geen wijziging opgevraagd door de raad. Dus wat nu voor ligt, dat is waar over gestemd gaat worden. Ja, dat is ook het punt wat ik breng. Dus zo is het. Dus wat voor ligt, wordt nu over gestemd. Wat gaan we doen? Voorzitter, dan vraag ik me toch af wat we gaan doen met die sprokkellocaties. Want ik had ook het idee dat het een toezegging was in de zin van daar gaan we mee aan de slag. Daar gaan we naar kijken en dat zal de wethouder ook moeten doen. Nou ja, het zou wel fijn zijn als je dat nu zou kunnen zeggen, want dan hebben we dat vastgelegd. Weet u, meneer Nijburg, ik refereerde aan de toezegging die de vorige keer is gedaan. Die is de vorige keer vastgelegd. Daar komt de besluitenlijst over. Dat hoeft niet nog een keer herhaald, lijkt me. Maar die is wel gedaan, die toezegging. Ga je hem nu in beeld brengen? Ja. Hij komt in beeld. Wethouder Agricola zegt toe dat hij in het vervolgtraject van beleidsontwikkeling zal kijken naar alternatieve compensatiemogelijkheden naar aanleiding van de vragen of een maximum gesteld kan worden aan het aantal terug te bouwen woningen op 1 slooplocatie in het andere jaar. Ja. Dan is het niet toegezegd. Neem me niet kwalijk, dan maken wij hier een fout. Wij maken hier een fout, wethouder Agricola heeft dat niet toegezegd. Voorzitter, er was toen in de discussie nog... Want er is over gediscussieerd, als je op een 1 locatie, als daar zoveel vierkante meters gesloopt kunnen worden, dat er bijvoorbeeld 4 huizen gebouwd zouden worden. En dat is niet altijd wenselijk. En toen is gekeken, dan gaan we kijken of je daar bijvoorbeeld een boerenerfconstructie van kan maken. Dan blijft het de uitstraling houden van een boerenerf in plaats van 4 aparte woningen. Oké, neem me niet kwalijk. Ik creëer verwarring, meneer Royakkers. Excuus daarvoor. Mag ik hem in stemming brengen, zoals het nu voor ligt? Evaluatie rood voor rood beleid. Voorstel 1 kennis te nemen van de evaluatie rood voor rood beleid. Gemeente Dalfsen 2 hoofdstuk 4 van het beleidskader ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen. Volgende punten te wijzigen. 4.5.1 bouwkavel compensatiewoning. Bouwkavel elders eerste en tweede buffer bullet te vervangen. Door dubbele punt. Het is niet mogelijk om een bouwkavel voor een compensatiewoning te realiseren op een andere locatie dan een slooplocatie waar minimaal 300 vierkante meter gesloopt wordt. En 3. De conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie 2016-2017 mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van beleid voor sloop en hergebruik van vrijkomende bebouwing met landschappelijke inpassing in het buitengebied. Dan kijk ik even rond. Ik breng met stemming. En ik zie iedereen met uitzondering van de fractie van de VVD instemmend
knikken. Dus daarmee is het voorstel met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen. Dan kom ik op agenda punt 8 volgens mij. En dat komt rechtstreeks in de raad. Dat is de vaststelling boswetgrenzen. Nou, volgens de agendacommissie zou dit weinig politieke discussie op moeten leveren. Eens kijken of dat goed ingeschat is. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Nijburg. Ik heb toch nog even een vraag, voorzitter, als dat mag, ter verduidelijking. Ik heb die boswet gelezen, al die bijlagen bekeken. En het ziet er ontzettend interessant uit. Dan gaat het om het punt dat er staat dat de grens van die boswet komen in grote lijnen overeen met de grenzen van de bebouwde kom. Alleen soms wordt er afgeweken. Ik heb heel erg moeten zoeken waar die afwijkingen nou plaatsvinden en waarom dat is. En ik vraag me daarbij af, is in al die gevallen met eigenaren of belanghebbenden daarover gecommuniceerd dat men weet wat er gebeurt? En welk effect heeft dat? Dat is eigenlijk punt 1. En punt 2, er staat op bladzijde 3, geloof ik, van het voorstel. Dat het kappen van bomen komt de opslag CO2 weer vrij. Dus dat zou een soort wisselwerking zijn. Nou ja, dat snap ik dan wel. Maar er staat ook bij dat bij het kappen van die bomen opgeslagen CO2 vrijkomt. En een toename van 10% meer groen in het stedelijk gebied kan de temperatuur 4 graden verlagen. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Dat heeft te maken met stedelijke warmte. In een stad verwarmt de lucht en het gebied door bebouwing en door asfalt. En dan gaat die temperatuur omhoog. Maar dat komt niet door. Heeft geen verband met CO2. Anderen nog? Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, korte vraag. Op pagina 3 van het voorstel staat even als laatste zin bij die, of ene laatste zin bij die kanttekeningen. Wel verdient het aanbeveling om het beleid rondom het kappen van bomen en de regels in de bestemmingsland in de toekomst nog meer op elkaar af te stemmen. Want, dacht ik toen, daar zou ik iets meer van. Wat is er kennelijk nog niet voldoende afgestemd dat nog moet in de APV? Want die hebben we net bij de kop gehad volgens mij. Wethouder Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dat kan. Even ingaande op de heer Nijburg. Met de vraag of de voldoende is gecommuniceerd met de eigenaren. Wij hebben dit stuk ter inzage gelegd. Daar zijn 2 inhoudelijke reacties op gekomen. En wij hebben die zienswijzes kunnen honoreren. Dat waren eigenaren van met name de grotere percelen bos. Ja, die temperatuurverlaging is hier het ook. Het is technisch van aard. Dus het had makkelijk geweest dat u dat even vooraf had gevraagd. Dus, en hetzelfde geldt ook met de vraag van de Partij van de Arbeid. Wij proberen alles zo goed mogelijk aan te sluiten bij de andere regelingen die er binnen de gemeente zijn, ook binnen de APV. En hoe ver in dit kader is, ja, dan was het raadzaam geweest dat u even van de week even een mailtje had gestuurd naar de afdeling, zodat u even een antwoord had kunnen krijgen waar wij met zekerheid konden zeggen of het of wat niet goed afgedekt zou zijn binnen de APV. Maar nogmaals, wij proberen het altijd wel. En om ook in de toekomst toe vergissingen en andere zaken te voorkomen. Zou dat alsnog kunnen, wethouder? Dat kan alsnog kunnen, kan ik de toezegging doen voor zowel die vraag van meneer Nijkamp als de heer Wildvang. Om dat alsnog te beantwoorden deze week. Ja, Nijburg, ik zou u ja, ik vind het goed. Ik denk alleen niet dat het super technisch is. Er wordt een relatie gelegd tussen CO2 en de temperatuurverhoging of verlaging in stedelijke gebieden. En dat heeft niet een directe relatie. En dat staat in uw eigen notitie. Dus dat lijkt me gewoon handig om inderdaad wel even beter naar te kijken. Ik kom erop terug. Ja, dank u wel. Schriftelijk bij de heer. Oké, kan ik het dan in stemming brengen? Ik kijk je even rond. Mag dat? Voorzitter. Ja? Sorry. Nee, ja, we hebben al een vraag gesteld, schriftelijk eventjes, over de Zwarte Weg 15 en 17 doen, alsof dat veel invloed zou hebben op de eventuele
toekomst van Honas of het aangezicht daar. En nou, we hebben een heel duidelijk antwoord gekregen van de ambtenaren, dus dat was geen probleem. Misschien goed om kort ook dat antwoord aan te geven, ook voor het verslag, kan geen kwaad. Hoe bedoelde dat? Nou, u heeft de vraag gesteld en wat was het antwoord? Nou, het antwoord was dat er voldoende geborgd was dat er geen risico's waren op grootschalige kap of verandering van het aanzicht. Want dat zou u nu willen. Oké, dank u wel. Ik kijk even rond. Mag ik hem in stemming brengen? Ja? Dan brengen we een beeld. Agenda punt 8, vaststelling boswetgrenzen. Voorstel om de huidige bebouwde komgrens voor de boswet datum 10 april 1979, voormalige gemeente Dals, en 8 april 1964, voormalige gemeente Nieuw-Leuzen, in te trekken. En de nieuwe bebouwde komgrenzen voor de boswet vast te stellen op de locaties zoals aangegeven in bijlage 2 tot en met 9 bebouwde komgrenzen, boswet, Kernen, Dals, Nieuw-Leuzen, Lemmerveld, Hoornhorst, Oud-Leuzen, Emmen en Ankum. En de inspraaknotitie, zienswijze bebouwde komgrenzen voor de boswet vast te stellen. Ik kijk even rond. Nog één opmerking, voorzitter. We zeiden net al tegen elkaar hier, 64 en 68, dat waren stabiele tijden. Ja. En stabiele wetten. Ja. We moeten dus nu vaker herzien, maar ja, helaas. Ja, dat is een soort stemverklaring. Een wet die gewoon 50 jaar doorloopt, dat is best wel een keer fijn eigenlijk. Ja. Nou, dat voelen we met u mee. En laten we hem dan nu weer voor 50 jaar vaststellen wat mij betreft. Ik kijk even rond. Dat is met algemene stemmen het geval. Dan is dat met algemene stemmen het geval. Dan krijgen we de verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs. En ook die komt rechtstreeks in de raad. En de agendacommissie dacht wederom dat dit een technische wijziging was. Geen inhoud, geen nieuw beleid. Maar even, ik ben benieuwd of u daar ook zo over denkt. Dus kijk even rond. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. In bijlage 2 is de wijziging niet consequent doorgevoerd. Namelijk bij de toekenningscriteria staat nog de oude omschrijving. Ik heb daar vanmiddag technische vragen over gesteld. En ik heb begrepen dat het wel de bedoeling was dat die tekst zou worden aangepast. Dus ik hoor graag van de wethouder of de tekst nog wordt aangepast en wat dan de juiste omschrijving wordt. Wethouder, bijlage 2. Ja, ook hier is voor de kijkers thuis misschien wel leuk als u vertelt welke, waar u bedoelt dan, hè? Wat was de tekst? Een van de belangrijkste wijzigingen bij deze bijlage was dat het begrip, ik heb het nu niet voor me liggen, maar locatie voor gymnastiek, dat zou veranderen worden in lokale voor bewegingsonderwijs, zoiets, hè? En dat is gedeeltelijk wel gedaan en gedeeltelijk niet. Dus ik dacht, dat is vast een foutje geweest, dat moet vast helemaal aangepast worden. Ik geloof dat mevrouw Lasje zo vriendelijk is om u te wijzen op een fout. Nou, ze probeert in ieder geval mij te verleiden om die tekst aan te passen. En ik werd vanmiddag van op de hoogte gesteld. Heb het besproken met de beleidsmedewerker. En inderdaad waren we niet erg consequent in het voeren van de naam locaties voor bewegingsonderwijs. En dat moet het juiste zijn. En we hadden daar 2 keer gymnastiekaccommodaties genoemd. Dus dat willen we graag doorvoeren. Omdat het inderdaad beter is en consequent moeten en willen we zijn. Mag ik dit als een mondeling, ik zit wel even te zoeken hoor, ik ben een paar dagen weg geweest, ik mis even de nodige scherpte zou ik maar zeggen. Maar dit is eigenlijk gewoon een amendement. Ik bedoel, dit betekent dus dat het toch gewoon gewijzigd moet worden voordat we kunnen vaststellen. Het moet gewijzigd worden. Tenminste, nou ja, we hebben de naam 1 keer laten vallen en ja, moet je daar een heel amendement voor... Nou ja, in ieder geval moeten we dat even mondeling constateren, dat het dan hier gaat om de gewijzigde tekst bijlage 2, waar... en dan pak ik hem even. Dat is dan bijlage 2, lid... Pagina 2 van 7. En waar staat u nou? Hier staat bij de toekenningscriteria. En dan staat er voor leerlingen van groep 3 en 4. Als de afstand tussen de school en de gymnastiekaccommodatie. Het gaat dan om het woord gymnastiekaccommodatie. Dat wordt dan 2 keer wel genoemd. Maar onderaan wordt gesproken over locaties voor bewegingsonderwijs. En dat is hetgeen waar u op doelt, dat we die term locaties voor bewegingsonderwijs, dat we die gaan voeren. Okay. En ook dus de gymnastieklocatie wordt vervangen door locatie voor bewegingsonderwijs. En dat doen we consequent door de notitie. En dat is het amendement. En dus gegeven die wijziging gaan we straks in stemming brengen. Is dat goed? Oké, dank u wel mevrouw Lasje. Andere nog?
Mag ik hem dan in stemming brengen? Sorry, voorzitter. Ik dacht dat het dat net een vragenronde was. Dat we ook nog een... Maar u kunt ook nog verder. Nee, mooi. Dank u wel. Komt u maar. Want wij kunnen wel eerst stemmen met de voorgestelde wijzigingen. En er zit namelijk ook een nieuwe bijlage bij, bijlage 6, over onderwijsbegeleiding. En ik heb begrepen dat dit voortkomt uit de ervaringen van dit jaar. En ik wil juist zeggen dat we dit een hele goede zaak vinden. Het past bij het integraal werken, het kijken naar mogelijkheden. Het is een voorbeeld van een prima samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. En we kunnen ons dan ook prima vinden in deze toevoeging bij de bepalingen. Dank u, voorzitter. Alsjeblieft, anderen nog. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vonden het ook een goed stuk. Ook gezien dat de jeugd goed snel wordt opgepakt, wordt begeleid. En we wensen het college veel succes. Dank u wel. Anderen nog? Nee, dan ga ik hem in stemming brengen. Als hij in beeld komt. Maar daar was hij. Ja. Ja. Dus agenda punt 9, verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs. En het voorstel is om de geactualiseerde bijlagen voorzieningen in de verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs gemeente Dalfsen vast te stellen met inachtneming van het aangenomen mondeling amendement over de term locaties voor bewegingsonderwijs. Is dat wat u betreft allemaal akkoord? Ik kijk even rond. Dan is die met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan we naar subsidieverordening jeugdzorg IJsseland. En ook die komt rechtstreeks in de raad. Ja, ook hier weer was de inschatting dat het juridisch en technisch was. En niet al te politiek, maar we zullen zien of dat klopt. Wie van u mag ik het woord geven? Voor een mogelijke informerende ronde. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag. Het is een beetje technisch, maar ik kan vanmiddag niet meer de antwoord op krijgen. Dus ik stel hem nu toch maar. De financiering die mag op verschillende manieren. Hè? En de subsidie die mag alvast gedaan worden zonder verordening. Hè? Moet er binnen een jaar worden vastgesteld. Mijn vraag is eigenlijk van de aanvragen moet voor september binnen zijn. Maar we stellen hem nu pas vast en het is december. Dus mijn vraag is hoe het met die aanvraag voor 2016 gaat. Anderen nog? Voorzitter. Ja. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag wat betreft de kosten of die naar rato over de gemeente worden verdeeld. En of er al enig zicht is op de hoogte van het tekort wat gaat ontstaan dit jaar. En daarnaast ook nog de vraag hoe groot de kans is dat de huidige aanbieders in 2016 geen aanbieder meer zouden mogen zijn op het moment dat ze de gunning niet krijgen en wat dat betekent voor de continuïteit van zorg. Dan denk ik dat ik naar de wethouder toe mag. Wethouder van Martels. Ja, voorzitter, dank u wel. Dan komen we wel bij een aantal vragen terecht die weer een afgeleide zijn van deze subsidieverordening. Dus, maar ik ben altijd graag bereid om ze te beantwoorden. De eerste vraag heeft er wel rechtstreeks betrekking op. En dat is de vraag hoe het gaat met die aanvragen die nu nog worden ingediend eventueel. Wat gaat ermee gebeuren aangezien ze eerder al hadden moeten worden ingediend? U zegt al, het is een technische vraag en ik... ik denk ook even dat ik voor de zekerheid daar even gewoon een navraag naar moet gaan doen. Ik heb niet iets gehoord over dat daar problemen over ontstaan op dit moment. De vraag van de gemeentebelang over de kosten, wordt die naar rato verdeeld, is inderdaad het geval. De hoogte van het tekort wat eventueel gaat ontstaan bij jeugdzorg in deze regio, heb ik tot nu toe altijd verkondigd dat er ongeveer 3 à 4% over het budget heen gaan. Tot op de dag van vandaag is dat ongeveer zo, maar met een enige bijstelling zal het waarschijnlijk eerder iets naar beneden zijn dan iets naar boven. Dus 3 à 4%, we hebben zelf een budget van 4,8 miljoen, dus zeg maar 150.000 euro, de à 200.000 euro zal het budget worden overschreden. En is de continuïteit van zorg in het geding, als we eventueel afscheid zouden nemen van bepaalde zorgaanbieders, nou dat is geenszins het geval nog. Omdat we met alle aanbieders nog in gesprek zijn en we hebben
wel een aantal indringende, of er zijn een aantal indringende gesprekken gevoerd met bepaalde zorgaanbieders, maar die hebben niet toegeleid dat we afscheid nemen van die partijen. Dus tot nu toe is daar geen sprake van. We gaan wel in 2016 kijken van met hoeveel partijen willen we uiteindelijk verder gaan richting de toekomst. Zijn er nog steeds die 230 tot 250 aanbieders of gaan we met een selecte gezelschap aan de slag? Dus dat hangt nog. Dank u wel. En dat andere punt, daar reageert u schriftelijk op? Is dat voldoende? Ik kijk even rond. Ja? En dan ga ik naar de opinierende ronde. Nog behoefte aan het geven van een opinie. Dan gaan we nu naar, dan ga ik gewoon door naar de besluitvorming. Ja, meneer Royakkers. Ja, misschien wil ik even reageren op het punt van de continuïteit van zorg. En al die aanbieders. Want ik zou ook niet veel koudwatervrees hebben om gewoon afscheid te nemen van aanbieders die slecht presteren of waar we ontevreden over zijn. Vanuit het idee dat de continuïteit van die specifieke zorgverlening moet zijn. Ik denk dat we gewoon moeten kiezen voor kwaliteit en kwaliteit-prijsverhouding. En dat we daar ook dan geen koudwatervrees voor moeten hebben en het vertrouwen moeten geven aan de organisatie om dat goed uit te voeren. Dat is in elk geval mijn standpunt. Oké, wilt u daar nog kort iets op zeggen? U krijgt het vertrouwen. Nee, maar dat deel ik ook wel. Ik bedoel, het is wel zo dat we inderdaad verder moeten gaan kijken, volgend jaar om te kijken, welke partijen zijn echt bereid om die transformatie op gang te brengen. En met die partijen moet je verder willen gaan. En partijen die daar wat dat betreft de goede instelling tonen, dat zijn de partijen waar je ook verder mee wilt. Dankjewel. Ik ga hem in stemming brengen. Agenda punt 10, subsidieverordening jeugdzorg IJsland. Het voorstel is vast te stellen de subsidieverordening jeugdhulp. En ik kijk rond. Hier staat jeugdhulp. Moet het jeugdzorg zijn? Ik denk dat u gelijk heeft dat het de subsidieverordening jeugdzorg moet zijn. En niet jeugdhulp. Ja. Officiële naam is subsidieverordening jeugdhulp. Officiële naam is de subsidieverordening jeugdhulp. Zoals het hier staat is het goed. Zei de voorzitter met de nodige overtuigingskracht. Ik vraag u om daarmee in te stemmen. Doet u dat? Dat doet u met de algemene stemmen. En daarmee is die vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 11. Zienswijze, begrotingswijze, GGD IJsseland. Ook die komt rechtstreeks in de raad. Wie van u mag ik het woord geven? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik heb hier toch nog een vraagje over. En dat ik hem hier stel heeft ook te maken met het belang ervan om te snappen hoe een gemeenschappelijke regeling werkt. Want het is nu 14 december en er komt nu een begrotingswijziging voor 2015. En er staat in de stukken dat op basis van een bestuursrapportage het nodig is om die budgetten aan te passen in de begroting. Maar het is mij niet zo duidelijk waarom dat dan nu 2 weken voor het eind van het jaar moet. Want je kan het net zo goed in de jaarrekening volgend jaar meenemen. Maakt het niet onnodig ingewikkeld? En een beetje eraan gekoppeld is de vraag, de brief is van oktober en het is nu 14 december, waarom we hem nu pas hebben? Dat zijn eigenlijk 2 vragen. Dank u. De eerste vraag is waarom heeft de brief zo lang gelegen? En de tweede vraag is, als je dan toch voor 14 december, wat is dan nog de noodzaak? Wethouder. De beide vragen hebben met elkaar betrekking. En ja, het is ook een ongemakkelijke situatie. We moeten ook eens heel goed gaan kijken van hoe we dit nou in de toekomst vorm willen gaan geven. Het heeft alles te maken met het feit dat je met zoveel gemeenten samenwerkt in de regio. En hoe kun je dat nou zo organiseren dat het op een praktische wijze toch zijn beslag krijgt. En momenteel is dat zeker niet het geval. En die brief is 8 oktober verstuurd. Dan moet hij eerst nog weer het college heen. Dan zit je al, zou je uiterlijk, zo op zijn snelst mogelijk, zou je misschien in november in de raad hebben kunnen brengen. En dat is, ik weet niet waarom dat niet gelukt is, maar hij is een maand later, maar al was het in november geweest, was het nog ongemakkelijk geweest, denk ik. Dus we moeten daar wel wat mee. Ik ben blij dat u het punt even naar voren brengt. En het zal ook alweer onderwerp van gesprek zijn aanstaande donderdag, want dan zitten we met de betrokken portefeuillehouders in de regio om de tafel. Om niet alleen dit punt, maar ook allerlei andere punten te bespreken. Maar ik voel met u mee, ja, dat moet beter, dat moet anders eigenlijk. En in ieder geval tijdiger. Dat je daar tijdig op kunt inspelen. Want
Stel je voor dat de raad nu allerlei opmerkingen zou hebben voor vanavond. Dat moet dan weer meegenomen worden naar donderdag. En dat is dan een veel te kort dag om dat goed voor te bereiden. Dus het is voor, ik zie het meer als een oproep van uw kant om te komen tot een praktische uitvoering van het dilemma waar we mee zitten. Ja, mevrouw Lasser, het punt speelt niet alleen maar hier, het speelt bij voortduring. Het is geen onwil, ik denk dat we het gewoon niet goed voor elkaar hebben met z'n allen. Hè? Dus dat is niet het college of de raad of wie dan ook. En we trekken ons dat ook aan. Voor zover ik weet gaan we ook een taakgroep in het leven roepen die gaat kijken of die hele procesgang anders kan ingericht worden. Want ook het volgende agendapunt valt onder dezelfde categorie. En ik heb het al een keer eerder gezegd, we hebben net die boswet na 50 jaar gewijzigd, maar bij deze begroting heb ik het gevoel dat het voor de vierde keer in één jaar was. En dat is ook niet goed. Nagenoeg elke raad, denk ik. Nee, maar dat voelt soms wel zo. Dat is wijziging op wijziging. Nou ja, dat klinkt democratisch, maar het is volgens mij een beetje onzin. Meneer Rooijakkers. Op gevaar dat ik door een van uw wethouders weer op wordt terechtgewezen, zou het misschien een idee zijn om voor dit soort gemeenschappelijke regelingen, een soort bedrijfsmatige opzet, dat is geen beleidsmatige taak, maar een uitvoerende organisatie, om daar als het ware een soort bedrijfsmatige resultaatrekening en begroting op los te laten. Gewoon één keer een begroting maken en dan verder verantwoording afleggen. Dus wat volgens mij op de agenda van die taakgroep staat, u vindt mij aan uw zijde, ik denk dat je beter minder, maar dan beter erover kunt praten. Minder vaak, maar dan diepgaander. Dat lijkt me de oplossing. En dus moet je zelf de agenda bepalen en niet je agenda laten bepalen door een toevallige cyclus. Maar goed, dat zijn algemene opmerkingen aan het eind van het jaar. Dat verandert even niets aan het feit dat hier een besluit genomen moet worden. Opinieren nog? Behoefte bij een van u? Nee? Dan ga je naar de besluitvorming. Zienswijze, begrotingswijzing, GGD, IJsseland. En het voorstel is om geen zienswijze in te dienen bij de voorgenomen begrotingswijziging van de GGD IJsseland. Wie van u kan daarmee instemmen? Dat doen we allemaal. Dan is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan kom ik bij agenda punt 12, vergelijkbaar. Zienswijze, najaarsnota veiligheidsregio IJsseland. En ook deze komt rechtstreeks in de raad. Gezien de datum van de raadsbehandeling is het wel zo dat er uitstel is tot 14 december. Dus u kunt gewoon nog een zienswijze indienen als u dat wilt en daar behoefte aan heeft. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. We hebben twee vragen. Allereerst voorafgaand even een compliment over het raadsbezoek aan de veiligheidsregio die in juni is geweest. Twee van onze fractieleden zijn daar geweest en die hebben dat als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Onze vragen gaan over het volgende. Bij punt 3.3 staat een oranje smiley en dat gaat over, citeer ik even letterlijk, alle sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van het crisisteam hebben de beschikking over de relevante informatie en zijn getraind in het gebruik. En dan een oranje smiley, dus de vraag is logisch. Kan het risico's hebben voor de gemeente Dalfsen en zo ja welke? De tweede gaat over, dat staat bij 3.5, punt 1. Het gaat over een oranje smiley betreffende zelfredzaamheid van inwoners. Eigenlijk hebben wij een suggestie daarvan en zouden graag van u horen wat u daarvan vindt. We willen een suggestie doen in het verlengde van een opmerking die we eerder hebben gemaakt. En dat is om bijvoorbeeld wekelijks of in ieder geval geregeld in de huis-en-huisbladen een blokje op te nemen over veiligheid. En daar tips te geven of ideeën, zodat het bewustzijn over veiligheid verbetert. Dat was het, dank u. Andere. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Een paar punten. Blijkbaar is er enig budget over. En een van de redenen is dat er minder kosten zijn gemaakt voor opleiden en oefenen. En tegelijkertijd is dat een van de onderwerpen, de heer Koetsier refereert daar volgens mij ook al enigszins aan, waarin we wat achterblijven ten aanzien van de prestaties. Is dat nou een serieus probleem of gaat dit snel rechtgetrokken worden? Dat is eigenlijk onze vraag. Tweede vraag is of er zo langzamerhand sprake is van een structureel overschot.
We lezen een paar keer dat er ook op die manier nog naar gekeken gaat worden door de veiligheidsregio. Hoe schat u dat zelf in? En de derde vraag is eigenlijk nog wat concreter als het gaat over de korpsen en dan met name het korps Nieuw-Leusen. Blijkbaar kan daar nog wel wat extra personeel in de vrijwilligersfeer geworven worden. En wat zijn de concrete plannen voor de komende tijd daarvoor? Kunt u daar misschien iets over vertellen? Anderen nog? Meneer Schuring, VVD. Een hele voorzichtige, een beetje aansluitend op het laatste punt. Bij de brandweer, er wordt een verprofessionalisering slag ingezet, behoorlijk. En dat betekent dat de vrijwilligers eigenlijk ook min of meer als professionelen benaderd worden haast op trainingsvlak, op verplichtingen van kleine teams en dat soort dingen. Hebben we met z'n allen goed in de tang en goed in de gaten of dat ook nog gaat? Want het blijft een groep vrijwilligers. En als je die inderdaad de maatstaven aan gaat leggen van de professionele organisatie, wat ook nog door de professionele organisatie geformuleerd is, dan gaat dat gevoel er vanaf. Ik wil niet zeggen dat het vrijblijvend is, want dat is het beslist niet. Maar daar kan spanning ontstaan. En dat moeten we wel goed in de gaten houden, want anders hebben we straks opeens een leegloop. Ja, ik kan naar de beantwoording toe. Allereerst dank voor de waarderende woorden over het bezoek aan de veiligheidsregio. Ik hoop ook dat u van de gelegenheid gebruik maakt, degenen die dat willen, om nog de posten te gaan bezoeken. Daar kunt u ook dit soort vragen over wat voor soort plannen zijn er om te werven, kunt u daar ook stellen. Want het is nog steeds zo dat vanuit de posten zelf geworven wordt, zeker vrijwilligers, dat is ook logisch. Want die kennen gewoon de mensen in de gemeenschap en die weten wat wel of niet mogelijk is. Daarmee geef ik ook de vraag over de vacatures in Nieuw-Leusen. Dat is het antwoord. Als u wil weten wat ze daar gaan doen om die vacatures ingevuld te krijgen, moeten ze het eigenlijk even zelf vragen. Dat weet ik niet goed. Maar die initiatieven liggen wel daar. Ik denk dat dat heel belangrijk is om nu dat te realiseren. Een van de manieren van de instroom overigens ligt in onder andere bijvoorbeeld de jeugdbrandweer. Het is wel zo dat Nieuw-Leusen al afgelopen 2 jaar geleden redelijk getroffen is door versnelde leegloop. Daar hebben we ook uitgebreid hierover gesproken. Toen dat tijd niet iedereen was even gecharmeerd daar voor de gedachte dat men onder de regio ging vallen. En een aantal van de collega's hebben toen echt zonder enige problemen ons sans rancune, zoals dat heet, gezegd van nou ja, we zijn ook al wat ouder, weet je wat, dit is het moment waarop we afscheid nemen. Onder andere postcommandant Brinkman heeft toen die keuze gemaakt, maar ook een paar van zijn collega's. Dat heeft geleid tot een iets versnelde uitstroom. Dan krijg je een paar met tekort. Overigens, Nieuw-Leusen heeft niet echt een tekort, maar heeft gewoon een aantal vacatures. Dus het team is niet robuust, laten we het zo noemen. De opmerking over het professionaliseren van vrijwilligers. Er worden aan vrijwilligers dezelfde professionele eisen gesteld als aan beroeps. Want ze lopen namelijk alle twee hetzelfde brandende huis in. En je kunt niet van de ene zeggen, je moet goed opgeleid zijn, en van de andere zeggen, nou ja, weet je, doe maar wat. Dus die vakmanschapseisen zijn voor alle twee even belangrijk en ook even nauwgezet. Het is natuurlijk zo dat professionals vaak, ik moet anders zeggen, ze zijn allemaal professionals, sommigen zijn het fulltime. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En anderen zijn het parttime. En de fulltime professionals die zijn vaak breder opgeleid. Hebben meer die vakdiploma's. Zijn ook vaak officier van dienst. En dat geldt voor de vrijwilligers in mindere mate. Maar ook daar zitten officieren van dienst die in staat moeten zijn om het hele brandproces rond, het hele blusproces rondom een brand, of anderszins, bij een ernstig ongeluk of wat dan ook, om daar op een fatsoenlijke manier leiding aan te kunnen geven. Dat is iets wat ik iedere keer weer blijf zeggen. Er is geen verschil in het niveau van professionaliteit tussen vrijwilligers en beroeps. Wel in inzetbaarheid, daar is wel een verschil. Is dat een risico, die hoge mate van professionaliteit en die eisen die er aangesteld worden? Ik begrijp je punt heel goed, zo zou ik kunnen denken. Als je het steeds moeilijker maakt, dan stap ze er misschien uit, misschien raak je ze kwijt. Er zit ook een andere kant aan en dat is de trots op die professionaliteit.
De heren en steeds meer ook de dames nemen hun vak echt serieus. Dat maakt, en dan ga ik naar het andere punt, ook het oefenen zo ongelooflijk belangrijk. De kwaliteit van het oefenen voldoet niet aan de standaards en de normen op dit moment zoals door de veiligheidsregio is gesteld. Maar door alle posten wordt de kwaliteit van het oefenen als beter ingeschat dan toen ze dat nog zelf deden. Dus er is sprake van progressie, maar het gewenste niveau is nog niet gerealiseerd. Ik weet niet precies wie die vraag stelde, maar zo moet u hem wel zien. Dus daar wordt de afwisseling in, nou ja, ik ken dat ook niet precies, maar je moet alle verschillende dingen oefenen. Dus het is allemaal normen, protocollen en dat soort zaken. Dat wordt nog in onvoldoende mate gerealiseerd. Het is absoluut beter, dat hoor ik in ieder geval vanuit de posten, dan dat het was toen we het nog in eigen beheer deden. Voorzitter, mag ik daar even op ingaan? Wat u zegt, er zit een stijgende lijn in, dat is in ieder geval goed om te constateren. En tegelijkertijd houden we daar geld op over. Dus blijkbaar zijn er andere redenen waarom dat we niet op dat niveau uitkomen. Wat is de reden die er echt speelt? Dat is organisatie. Het is gewoon nog niet voldoende ingeregeld. Dus dat moet nog gebeuren. Dat is die post van, die we overhouden op opleiden SEC, hè? In totaliteit, maar dat is, misschien bedoelde u die vraag ook, dat weet ik niet, maar zo heb ik hem ook opgeschreven. In totaliteit houden we structureel geld over. We gaan dit jaar meer dan 1,6 miljoen overhouden in die veiligheidsregio. Wat onder andere ook te maken heeft met het feit, denk ik, dat die hele integratie en fusies vrij precies en ook tamelijk succesvol is verlopen. Is dat een structureel overschot op termijn? Die vraag wordt gesteld. Ik ben van mening, u vroeg ook echt naar mijn opvatting daarover. Ik ben van mening dat dat niet het geval is. Ik ben zelf een van degenen in het algemeen bestuur die ervoor pleit om vooral niet te snel geld terug te geven aan gemeentes. Omdat het mijn verwachting is dat er een toename in kosten zal gaan gebeuren op grond van het feit dat gewoon hogere eisen door burgers aan veiligheid worden gesteld. Dus ik ben er huiverig voor om dat snel te doen. Dat is één punt. Het tweede punt is, we hebben bij de fusie tussen de verschillende korpsen, hebben we afgesproken dat er na verloop van tijd een andere verdelingssystematiek zou komen tussen de gemeenten voor wat betreft de bijdrage aan die veiligheidsregio. Die is in eerste instantie gebaseerd op historische kosten en die zou in de toekomst meer gebaseerd moeten zijn op reële kosten, werkelijke kosten. Nou, die principeafspraak is gemaakt, dat evaluatiemoment is nu aan het aanbreken, de discussies over die herverdeling gaan starten. En ik zelf denk dat het erg belangrijk is op het moment dat je overschotten hebt, om die te gebruiken om mogelijke negatieve consequenties van die herverdeling voor gemeentes, om die op te vangen. Want anders krijg je hele foute discussies tussen die deelnemende gemeentes. U kunt zich goed voorstellen dat stel, puur theoretisch, ik verwacht het niet, maar stel puur theoretisch, dat door die herverdeling Ommerdorf straks 5 ton minder hoeft te betalen. En dit zijn reële bedragen waar het over gaat. En Dalfsen zou 5 ton meer moeten gaan bijdragen, dat ik dan met u een ingewikkeld gesprek zou hebben in deze raad. Vermoed ik. Dat zou een direct gat in onze begroting slaan. Mijn stelling is, hou je overschot, je structurele overschot, nu overeind. Om dit soort frictiekosten, die gaan ontstaan bij herverdeling. Herverdeling leidt altijd tot frictie. Om die met elkaar te kunnen dragen. Dus ik pleit ervoor om het geld niet in uw zak te steken. Maar het nog even op de bankrekening te laten staan. Dat antwoord. Dus ik verwacht dat we dat nodig hebben om die overgang naar een objectievere verdeelsystematiek, om die te kunnen financieren. Het idee over de zelfredzaamheid, ik weet niet of ik het wekelijks in huis bladen wil, meneer Koetsier, maar het was als voorbeeld, denk ik, hè. De vraag is of we daar directer met burgers over kunnen communiceren. Ik zeg u toe dat ik dat ga uitzoeken. Ideeën eromheen overheen ga ontwikkelen. Ik kom daarop terug. Huis bladen is een mogelijkheid, maar het kan misschien ook anders. En ook het punt over de relevante informatie plus getraind in gebruik. Ja, ook hier. Ik vraag me af of we het ooit op groen gaan krijgen, eerlijk gezegd. Ik oefen me suf, maar ik blijk toch iedere keer weer relevante informatie te zijn vergeten en niet goed te gebruiken. Dus dit is echt, crisis is crisis. En op een of andere manier krijg ik het nooit helemaal goed.
Misschien is er ook wel een indeling. Meneer Koetsier. Kijk, het is een rapportage en op het moment dat er een crisis is en er blijkt iets in de training niet en er is een rapportage naar de raad gestuurd met een oranje smiley, dan zou het raar zijn als daar geen vragen over gesteld worden. Dus dan denk ik dan, niet om de vraag te stellen, maar dan zou de rapportage ons ingericht moeten worden om het vertrouwen te geven dat het onder controle is. Laat ik het zo zeggen, het is onder controle, maar het is niet op de norm zoals we het graag zouden willen hebben. Ik kan die even gewoon niet mooier maken dan die is. En ik hoop dat dat een keer gaat lukken. Hij wordt niet rood, dat beloof ik u. Verder nog aanvullende vraag van tweede ronde, meneer Schuring. Ja, toch nog even kort reageren. Dank voor het antwoord. Het was mij ook niet bedoeld op de kwaliteit van de mensen of de inzet, maar wel op de organisatie om ze heen. Op een trainingsavond bijvoorbeeld, daar kan een korps of een team kan daar een bepaalde werkwijze voor hebben gehad. En die moeten nu opeens in een ander stramien meedraaien. Maar een stramien wat behoorlijk op de professionele organisatie gestoeld lijkt te zijn. Hè? En dus ook op de mensen die inderdaad daar veel tijd of meer tijd voor hebben. Dat was meer de insteek, want ik ben het er helemaal met u eens dat ze allemaal dezelfde bagage aan boord moeten hebben, zodat de veiligheid voor hunzelf ook goed is. Het punt helemaal. Ik zou zeggen, vraag eens een keer, want wij hadden deze zorgen voorafgaand ook. En wat ik terugkrijg is dat bijvoorbeeld de posten, het feit dat ze in gezamenlijkheid oefenen, ook gebruik kunnen maken van andermans oefensituaties en materiaal als positief beoordelen. Dat vinden ze, dat is spannend, dat is leuk, daardoor wordt die oefening ook echter. Dat is een voorbeeld. Ik krijg ook terug dat dingen die te maken hebben met onderhoud, en ik weet niet precies hoe dat werkt, maar met die maskers die dan moeten worden schoongemaakt en dat soort dingen. Daar zag men ook zeer tegenop, pakken die moeten worden gewassen, want dat deed men altijd zelf. En nu blijkt het eigenlijk toch wel fijn te vinden dat die pakken af en toe naar Zwolle toe gaan en weer schoon terugkomen. Dus daar zat, zeg maar, die vrees die er in eerste instantie was, dat valt allemaal reuze mee. Dat is de indruk die ik heb. Voorzitter. Meneer Hamer. Misschien even een geruststelling ten aanzien van de VVD. We hebben het 75-jarig bestaan meegemaakt. De afgelopen maanden was dat in september. 75 jaar brandweer in Nieuw-Leuzen. We hebben als gemeente belangen diverse mensen gesproken. En ze zijn druk met de werving. En het is een enthousiast korps. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Normaal stel ik ook een vraag over de vrijwilligers, de zorg voor de vrijwilligers. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja, het klopt. Het was mij inderdaad opgevallen dat u de vraag nog niet gesteld hebt, meneer Raamaker. Dus dat is een goed teken. Ja. Mag ik naar de opinierende fase? Gewoon naar de besluitvorming. Komt u in beeld? Zienswijze najaarsnota veiligheidsregio IJsseland. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen op de najaarsrapportage 2015. Veiligheidsregio IJsseland. Ik kijk even rond. Is dat met algemene stem het geval? Dank u wel. Agendapunten, vaststelling, besluitlijst DD 23 november. Er zijn twee besluitlijsten, één openbaar, één vertrouwelijk. De procedure is dat we die eerst moeten vaststellen en daarna kan ik de vertrouwelijkheid opheffen. Dan moet eerst de besluitenlijst vaststellen. Dus mag ik die vaststellen? Agenda punt 13, besluitenlijst 23 november 2015, vastgesteld. Dan wilde ik, als ik het goed doe, want de griffier gaat me helpen, maar dan wilde ik naar het agenda punt 14, ingekomen stukken en mededelingen. Meneer Wildvang. Ja, ik zat net nog even naar het stuk te kijken en ik begrijp inmiddels dat ik wat buiten de orde ben, maar ik doe het toch maar even, want het is een stuk wat binnengekomen is op 6 december en het staat nu geagendeerd voor de vergadering van januari. En dat is misschien net even iets te ver weg en ik doe het omdat het ook net al even zijdelings aan de orde kwam. Het is de brief die gaat over de zorg die iemand uitspreekt ten aanzien van de huishoudelijke hulp, met name dat het wel heel erg aan de krappe kant is. Nou weet ik dat het eerste kwartaal volgend jaar een evaluatie zal komen op dit punt, dus dat wil ik ook helemaal niet dwarsbomen, maar ik zou er twee dingen over willen zeggen. Eén, voor zover wij kunnen zien is er
echt onvoldoende bekendheid van de ombudscommissie, noem ik het maar even. En dat is toch wel belangrijk dat mensen goed weten hoe die te vinden en daar gebruik van te kunnen maken. En verder maken wij ons zorgen over precies datgene wat deze briefschrijver meldt. En daar zouden wij toch aandacht voor willen vragen en ook graag heel nadrukkelijk in de evaluatie mee willen laten wegen. Anderen? Niemand nog? Heb ik dan agenda punt 14 ingekomen stukken en mededelingen gehad? Nou, dan hebben we opheffen en de bekrachtiging van geheimhouding. U weet dat allemaal, en niet iedereen buiten weet dat. Er is hier gesproken in een geheime raadsvergadering over de vluchtelingenproblematiek. Daar is toen geheimhouding opgelegd, dat met name te maken met de hoge mate van onzekerheid over de informatie die we op dat moment met elkaar gedeeld hebben. Die onzekerheid bleek nog maar 2 dagen onzekerheid te zijn, maar ja, dat weet je van tevoren ook niet. Dus het voorstel is om de geheimhouding op te heffen, voor wat betreft de inhoud van de mededeling, maar geheimhouding in stand te houden met betrekking tot de overgelegde stukken, dus dat is de business case, financieel onderbouwde stukken, en de besluitenlijst van de besloten raadsvergadering van 23 november openbaar te maken. Dus degene die u net heeft vastgesteld als besloten, om die openbaar. Kunt u daarmee akkoord gaan? Meneer Nijkamp. We hebben toch nog wel behoefte om daar in enige vertrouwelijkheid over te spreken. Maar dat moet dan op een ander moment. U heeft behoefte om over het onderwerp vertrouwelijk te spreken? Of over dit specifieke informatie die gedaan is? U zou daar vertrouwelijk over willen spreken, dan moet dat gewoon aansluiten op de vergadering en dan kunnen we de vertrouwelijkheid niet opheffen. Dus dan trek ik agenda punt 15 in. En ga ik nu schorsen voor het besloten gedeelte. Dus dan neem ik afscheid van de mensen thuis. En dan hoop ik u volgend jaar weer te zien. Gelukkig uiteinde en dat soort dingen. Mooie feestdagen.